Heel goedemorgen, welkom bij deze marktsupdate van BNP Paribas. Hoewel de maand januari dramatisch overkwam voor de aandelenhandel... ...sloot de Dow Jones over de maand genomen slechts 3% lager. De klap was een stuk groter bij de Nasdaq met min 9%. Maar gisteravond sloten alle indices weer met mooie plussen. De Nasdaq zelfs met plus 3,4%. ExxonMobil gaat fors reorganiseren en split zich in drie divisies. Olie en gas chemicaliën en raffinage en de laatste voor duurzame energie. Boeing scoorde een orde van Qatar Airways en sloot 5% hoger. De dollar trok, net als de olieprijs, weer wat aan. En de Reserve Bank of Australia stopt met haar obligatie-inkoopprogramma... maar liet de rente tegen de verwachtingen in ongewijzigd. De Chinese beurs blijft samen met die van Hongkong en Zuid-Korea nog gesloten. In Japan steeg de Nikkei met slechts 0,3%. Ondanks dat de industrie nette groeicijfers liet zien. De futures in Amsterdam duiden ondertussen wel op een hogere opening. En de Duitse detailhandelsverkopen zijn met min 5,5% sterker gedaald dan de min 1,3% die verwacht werd. En NXP zag gisteravond de omzet over 2021 op een record van 11 miljard dollar uitkomen. Ook voor 2022 zijn de verwachtingen hoog gespannen. Ondanks alle uitdagingen stegen de marges en bleef er netto 600 miljoen over. Het dividend gaat omhoog naar 84,5 dollar cent en men start een aandeleninkoopprogramma te waarde van 2 miljard. Het aandeel steeg per saldo bijna 10 procent. Het Taiwanese Global Waivers heeft geen toestemming gekregen van de Duitse overheid om Siltronic over te nemen. Het bedrijf is specialist in het vervaardigen van siliciumwafers voor de productie van chips. Op de agenda vandaag diverse inkoopmensen, indexcijfers voor de industrie vanuit de EU, Verenigd Koninkrijk en VS, werkloosheidscijfers uit Duitsland en EU en Jolt's vacaturecijfers en bouwuitgaven uit de VS. Bij de analisten verlaagt Kepler het koersel op Axo Nobel naar 96, advies blijft houden. Berenberg zet Shell hoger naar 27,5 euro, advies blijft kopen. Brian Carnier zet Galapagos op kopen, koersdoel 65. En Jeffries zet Galapagos op houden, met een koersdoel van 53 euro. En tot slot Volkswagen krijgt nog een koopadvies van JP Morgan, met een koersdoel van 235 euro. En morgen is er weer een Markets Update van BNP Paribas.